Het is bijna zover. Op zaterdag 7 oktober worden in Leiden maar liefst 3 nieuwe sportaccommodaties in gebruik genomen. In de weken voor de opening krijgen topsporters uit de regio de kans om het nieuwe zwembad, de ijsbaan en de sporthal vast uit te proberen. De deuren van de schaatsbaan zijn officieel nog niet geopend, maar enkele schaatsverenigingen uit de regio mogen het ijs van de nieuwe ijshal De Vliet vast uitproberen. Ja, het is een geweldige baan, maar ik hoor wel van mensen om me heen dat het is jammer dat hij niet 400 meter is. Dan hadden we wedstrijden hier kunnen houden, maar ik ben hier heel blij mee. Hoe schaatst hij? Perfect. Het is alleen binnen aan de instelling van de machines. Die werken nog zonder laser. Het is kleine oneffenheden, maar die zullen korte termijn waarschijnlijk wel heel gauw opgelost zijn. En dan is het alleen een 5-sterren ijs. U komt uit Leiderdorp, zie ik. En wat betekent dit nou voor Leiderdorp, dat deze ijsbaan er is? Perfect. Dat we kunnen ons programma, zomerprogramma op afstemmen op het schaatsen. Dat we echt een het hele jaar door kunnen sporten. Nou, het is goed om uit te proberen even. En ik ben benieuwd hoe het is als hij straks gedweild is. Wat merkte je net dan, dat hij gedweild moet worden? Dan is hij wel wat stroever en nog een beetje oneffenheidjes erin. Dus ik hoop dat hij straks lekker glad is en dan gaan we ervoor. Vindt u dat het ook in de zomer open moet zijn? Nee, ik ben een skileraar. Dus in de zomer ga ik skileren en in de winter schaatsen. In de zomer moet je buiten zijn. Je ziet nu al mensen schaatsen. We zitten natuurlijk nog anderhalve week voor de opening. Maar wat we zien, wat we krijgen als schaatsport, is fantastisch om voor de komende 30 jaar hier fantastisch te schaatsen. Het unieke is dat we gewoon in deze tijd toch een nieuwe ijsbaan hebben neergezet. Energie-neutraal, de combinatie met het zwembad en het ijsbaan is alleen maar gunstig voor energieverbruik. Wat maakt dit uniek? Het is een ijsbaan die eigenlijk gedragen wordt door vrijwilligers. En dat is wel uniek in Nederland. Wij mochten zondag met de Shorttrack Club hier beneden schaatsen. Ja, fantastisch hoe alles nieuw, nieuwe bochtbescherming, nieuwe kussens. Even wennen met erop en eraf, met dweilen en dat soort dingen. Maar super om weer op het ijs, het nieuwe ijs van Leiden te staan. Als je dit nou vergelijkt met de oude baan aan de Vondellaan, wat valt je dan het meest op? Nou, dat is niet te vergelijken. De Vondellaan die was 40 jaar oud, dat was echt op. En nu mogen we echt met alle schaatsdisciplines, shorttrack, kunstrijden, ijshockey en lange baan schaatsen in een nieuw complex. Gefinancierd door de gemeente Leiden, de stichting IJshal Leiden exploiteert hem. Wij zijn super trots dat we hier mogen schaatsen.